Is. Nou, we hebben nog een hele dag en daar gaan we een leuke dag van maken. We beginnen met het vierde en het laatste deel van het brakzitting van Hoemeldonk. Vorig jaar kon hij er helaas niet bij zijn, maar onze goochelaar is terug bij de brakzitting. En hoe? Loek is al een ware artiest. Hij combineert grappen en trucs die iedereen zullen verbazen. Kijk en luister maar eens goed naar onze eigen Boemeldonkse goochelaar, GZN! Maar eerst, ik was me eigenlijk vergeten voor te stellen. Ik zal me voorstellen, ik ben GZN, staat voor goochelaar zonder naam. Ja, ja. En ik had dit jaar echt een goed idee. Ik had dit jaar echt een prachtig idee. En... ja, ik zou zeggen, ja, maar het idee is al lang geweest, dat maakt niet uit. Ik ben zelf ook natuurlijk hartstikke uniek. Dus dat idee, dat wordt natuurlijk ook gewoon heel uniek. Kijk, ik zat te denken, ik ben niet heel groot. Ik zat te denken, weet je wat er echt nog nooit is geweest? Maar echt nog nooit? Een kleine prins. Heb je wel eens echt een kleine prins carnaval gezien? Nee, inderdaad. Maar dat leek mij dus een hartstikke goed idee. Kijk, en ik ben dus naar de bak gegaan. Ik zeg, lieve mensen van de bak, sorry. Ik heb echt een prachtig idee. Ik ga het nou vertellen, dus ik zeg tegen hun, ja, ik wil gewoon prins carnaval worden. De eerste kleine prins. En ja, ze zeiden, ja, sorry. Maar daar ben je te klein voor. Ja, dat vond ik toch jammer. Dat vond ik echt jammer. Ik bedoel, ze zei, ja... Je conditie en zo moet allemaal, weet je, goed zijn. En je hebt... Moeten jullie eens opletten, hè? Over conditie gesproken. Oké. Okay. Zie je, dat is toch gewoon een topconditie, of niet? Ja, dat is gewoon... Slaat helemaal nergens op. En zei ook, ja... Een prins moet een beetje soepel in de heupjes zijn, weet je wel. Goed kunnen dansen en zo. Ik wil nog zeggen, maar we hebben piepers. Oh... Ja, ik zal het nou voordoen. Voordeel bij piepers was, als ik stond te dansen, dan sloeg ik altijd al twee vrouwen raak. Maar nu kan het gewoon, ja, ik sta helemaal solo op het podium. Ja, oké. Okay. Nou, even dansen, let op. Ik had een hele goede move, die ging zo. En een beetje klassiek, hè? Ballet. En deze is speciaal voor jou daar. Let op, daar komt hij, hè? Ja, deze gaan jullie allemaal herkennen. Auw, bedoel ik, auw. Ja, nee, maar genoeg gekkigheid, hè. Kijk, bij mij op school snappen die leraren er helemaal niks van. We hadden een toets gemaakt, hey, over van Nederlands. En iedereen had een uitdrukking, eerlijk duurt het lang fout. Dus zit de juffrouw tegen mij en... Sjaak, weet jij niet een voorbeeld? Ah, zie ik, ja, dat weet ik.
Eerlijk duurt het lang, zitten, hè? Ja. Als ik zelf met de toets maak, dan duurt het echt uren. Maar als ik bij de buurman kijk, dan ben ik zo klaar. En dan eindelijk die doodzaaie lessen voorbij, ik kon er weer bij Nederlands. Dus ziet een juffrouw tegen mij, we gingen tegenwoordige tijd, verleden tijd, noem maar op. Jacques, weet jij een voorbeeld over tegenwoordige tijd en de verleden tijd? Nou, dat weet ik zo niet. Ah, jawel, eentje. Ik ga naar school, tegenwoordige tijd. Ik ging naar school, verleden tijd. Ik zit op school, verloren tijd. En ik werk voor school, ja, stommie tijd. Daar was de juffrouw niet zo blij mee. En ze was al kwaad op mij. Maar waarom, snap ik niet. Want ik had mijn huiswerk niet gemaakt. Maar dan zeggen die leraren altijd, voor iets wat je niet gedaan hebt, kan ook geen straf krijgen. We breken de tent op! Alarm, 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 oh yeah! Ja, ja, allemaal uit de balken, met de stollen balkens. Allemaal gek van de laat, go Jack. DJ, breng ze naar de brug. Doe een stap naar achter. S'avonds in de kroeg bewegen we ons lijf. Na een uurtje trainen zijn de spieren al stijf. Actief zijn wij in het café. Luister en doe maar met ons mee. De brakzitting van Boemeldonk. Nou, rustig Olla, we hebben nog een hele dag en die gaan we heel leuk maken. Dus, want we gaan naar de optocht van de Macroen School in het Kattegat. En die is gefilmd door Wim Leemans. Even allemaal hiervoor staan. Iets naar achter. Naar achter. De verkeersleider zegt jullie iets naar achter. Goed zo. Pip. Hé,
eerste raadslid is hier voor u, Sperre. En het tweede raadslid is hier voor u. En dat is het raadslid Sperre. Nee, je hebt het al gehad. Sam, daar komt ie. Het derde raadslid komt eraan. En dat is Amber. Applaus. Der zotheid, nar van het Kattegat en van de Zeeterse Hei, beschermheer van alle bouwvallen en bosgronden van het Kattegat. Welkom in het Kattegat. Ja, we gaan met z'n allen een heel leuk feest maken. Hoe voelt u zich vandaag? Blij, gezellig en goed. Heeft u er veel zin in vandaag? Ja, heel veel.
was weer de optocht in het Kattengat. En oma Toos is er ook weer gezellig bij komen zitten. En dat is toevallig, want we zijn naar de bouwdag op het Laurentiusschool geweest. En daar was oma Toos ook gezellig bij. Daar hebben we dat was namelijk de voorbereiding voor de praktijk. En dat is gefilmd door Ruud. Vandaag zijn we op de Laurentiusschool. Die doen mee met de Brakkersliert van Breda. En naast mij zit meneer Fons. En die kon ons denk ik wel meer vertellen. Hoe gaat dit eigenlijk allemaal een beetje in zijn werk? Ja, de Brakkersliert is de grote kinderoptocht in Breda. En wij lopen daar als school nu dit jaar met ruim 40 kinderen mee. En alle woensdagen na de kerstvakantie gebruiken we om ons voor te bereiden. Dus we hebben een thema en dat zijn we nu aan het uitwerken. En hopen we gezellig straks de optocht mee te kunnen lopen. En hebben jullie al eens een keer een prijs gewonnen? Ja, we doen al heel lang mee. En we hebben heel vaak de eerste prijs gewonnen. Ook vaak de tweede prijs of de derde prijs. Maar eigenlijk winnen we elk jaar wel een prijs. Dat wel, ja. En kunnen wij zo meteen een beetje meekijken of misschien wel helpen? Nou, lijkt me heel leuk als jullie meekijken hoe de kinderen het prachtig maken. Ze zijn met eilanden bezig, ze zijn aan het verven. Dus misschien kun je helpen met verven of zo. Of aanwijzingen geven hoe het nog leuker kan. Daar zijn we altijd voor in. En gaat Olla ook helpen met verven? Denk het wel, toch Olla? Mooie verfpoten, dus dat komt wel goed. Ja. Dank u wel, meneer Fons. Er is maar één vinger lang. En op de deur van het buffet. Daar heeft mijn moeder op gezet. En wat er bij ons ook ooit gebeuren zal. We vieren altijd carnaval. Vader heeft weer ruzie met de chef van de fabriek. Ons moeder sukkelt met de encycliek. De buurvrouw van beneden heeft er weer een kleintje bij, want ze slaapt op de verkeerde zij. Maar het is carnaval. En waarom zit dat gat in dat eiland? Nou, wij gaan er zo met bij de optocht gaan we erin staan en dan moeten we wel een gat hebben om erin te staan. En mijn vaders. Nou, ik zit hier met twee meisjes van de Laurentiusschool. En hoe heet jij? Lieve. En hoe heet jij? Liv. Nou, wat zijn jullie aan het maken? We zijn een eiland aan het maken. En hoe vaak werken jullie hier aan? Dat weet ik niet meer precies. 5 dagen al. En weet je ook het thema? Ja, der zwijt wel. Wat, zeg maar. Alleen dan heel gek. Ja, en hoe moet het er eigenlijk uit gaan zien? Als een eiland. En sommigen hebben een palmboom. In het midden. Vinden jullie het leuk om mee te lopen? Ja. Jij? Ik vind het ook superleuk. En waarom vind je het heel erg leuk? Ja, ik hou sowieso heel erg van carnaval. En ik kijk altijd naar de optocht. En nu loop ik daar gewoon zelf in mee, zeg maar. En jij ook? Ja, ik ook een beetje hetzelfde. En je gaat ook voor heel veel mensen lopen. En laat nou de klok maar luiden. Zwieren en zwaaien. Tussen het Brabants, Mont en Limburgse Vlaam. Leven, dat zou van een leien dakje gaan. Nou, we gaan nog even terug naar meneer Fons, want ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig wat er achter dat schot staat. Meneer Fons, wat staat er eigenlijk achter dat schot? Ja, dat is de wagen die we mee gaan nemen. Die is nog niet klaar, maar wil je hem een beetje zien? We gaan laten zien wat het een beetje gaat worden. Ja, eigenlijk wel. Meer raden wat het is. Een schip? Ja, dat is een boot is dat. Ja, want wat we nou gaan doen hè, met de kinderen, die zitten allemaal op een onbewoond eiland. En er komt er eindelijk een boot langs.
En dat heet de Zwaaitennek. En dan gaan ze allemaal zwaaien. En dan roepen we, kijk, daar zwaait wat. En dat is het thema van Breda. Ze kenden wat van mij. Ja, we roepen overal en tegen iedereen. Mensen, wees verstandig, pluk de dag en nu meteen. Heus, je moet het leven niet zo moeilijk maken. Nou, we staan hier naast, hoe heet jij? Mara. We staan hier naast Mara en volgens mij wil jij nog wat vertellen, toch? Ja. We zijn hier bezig met een eiland. En dan zwaait wat dan. En dan moet er één iemand in het eiland. En dan zijn we nu meertjes aan het maken. En we wisselen steeds om met de kleuren. Dus ja. Vind je het leuk om mee te doen? Ja, vorig jaar heb ik hier ook al mee gedaan. Nou, wie ben jij? Ik ben Giancarlo. En jij bent? Ik ben Jury. Jij bent? Ik ben Mike. En jullie zijn? Georgia. Ik ben Finn. Ik ben Hasse. Nou, en hebben jullie nog iets te vertellen over jullie eiland? Nou ja, eigenlijk niet. Ik vind hem wel eigenlijk zo ver als klaar. En weten jullie ook al wie er in de boot gaat en wie in het eiland? Ja, ik ga in het eiland. En ja, wij moeten nog wel wat werken. Zo, dat was leuk hè, dat knutselen hè. Ja. Maar zouden die kinderen er nog wat mee doen? Ja, ze gaan optocht lopen in de Brakkersliert. Ja. En dan gaan we nu naar de optocht kijken en kijken of ze er nog gewonnen mee hebben of zo. En door wie is dat dan gefilmd? Door Jettime. Door Jettime, oké. Okay. Hallo Brakskers en kijkers van Baronie TV. Hebben jullie het een beetje naar jullie zin met carnaval? Chattime wel, want Chattime is bij de Brakkersliert. Het Kielengat. Willen jullie zien wat er zwaait in Breda? Blijf dan kijken, want het wordt een leutige uitzending. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. 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 Zak maar door. Wat stellen jullie voor in de optocht? Wij hebben een boot gemaakt en wij hebben allemaal eilanden. En dan wij zwaaien naar de boot om opgehaald te worden. Omdat wij om het eiland zitten. En vind je het leuk om mee met de optocht mee te lopen? Ja. En van welke school kom je vandaan? Wij komen van de Laurentius. Daar kom ik ook vandaan. Zwaai eens even naar mijn vogeltje. Dan maak ik even snel een fotootje.
Voor mijn verjaardag heb ik iets moois gekregen. Een beste, je kan naar iedereen kijken. Dus het is niet echt moeilijk, het is alleen moeilijk om te bepalen wie het beste heeft gedaan en de leukste dingen aan heeft. En weten jullie al wie de winnaar is? We houden nog even geheim, dan moeten jullie straks bij zijn in het mes, dan kunnen jullie de uitslag zien. Slechts voor, achter links, slechts voor, achter links, slechts. Volg de leraar, 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 volg de leraar. Volg de leraar, leraar, leraar. Wat vindt u zo leuk aan de optocht? Ik vind het leukste dat je met al je vrienden en bekenden gewoon gezellig feestje kan gaan vieren. Hoe vierde u vroeger carnaval als kind? Als babytje ging ik al mee in de kinderwagen. En later, toen ik kon lopen, ging ik gewoon met mijn vader en moeder gezellig mee. En zo heb ik het geleerd en nu neem ik mijn eigen kinderen weer mee. Oké. Hier is het feestje! Hier is het feestje! Zakken, zakken, zak maar lekker door! Zakken, zakken, zak maar lekker door! Zakken, zakken, zak maar lekker door!
eens even naar mijn vogeltje. Dan maak ik even snel een fotootje. Voor mijn verjaardag heb ik iets moois gekregen. Maak ik van jou een foto en een van ons twee. Want overal waar het feest is, daar kun je me vinden. En neem ik mijn eigen fotocamera mee. Ja. Met de optocht in de Brakstiert. Ja, vond ik ook, ja. Jij ook, Olle? Maar in Prinsenbeek hebben ze 3 scholen. En de Horizon, daar hebben we al van gezien. En de Griffioen, die heeft ook nog scholencarnaval. Dus daar gaan we nu naar kijken. Oh,
Gezellig in de griffie, ja. Vond jij ook? Ja. Vond jij het ook leuk, Olle? Hé, hey, maar jij hebt hier iets om je nek hangen. Wat is dat? Dat is een onderscheiding die ik heb gekregen van de prins van het zwaaigat. En waarom heb je die gekregen? Omdat ik het kinderprogramma presenteerde en omdat ik dat heel goed deed. Oh, dat is geweldig. Kan ik ook zo'n ding krijgen, denk jij? Dat is jammer. Want het is een kinderprogramma en u bent iets ouder dan een kinderleeftijd. Oh, oké. Okay. Nee, jij ook niet. Nou, Olla, dan moeten we het wel meedoen. Ach, Olla, kom goed. Ik heb er toch ook geen gekregen. Niet flauw doen. Olla, doe nou niet zo verdrietig. Ja. Maar, oma, wij hebben het ook gefilmd. Want misschien wilt u het wel zien, omdat hij er niet bij was. Ja, wil ik heel graag. Klaar was erbij. Oh, oké. Maar prins, waar kom je nou ons in één keer opzoeken? Nou ja, we komen even Mirthe even toch wel een prinselijke onderscheiding geven vanwege ons interview natuurlijk. Want dat vinden we altijd leuk om een meisje wat ook carnaval een hart toedoet om het best te doen, zeg maar. Om carnaval ook een hele leuke tijd te maken voor iedereen. En zulke mensen die zetten wij zeker in het bijzonder altijd in het zonnetje even. Dus zodoende dat wij die even prinselijk doen onderscheiden. Nou, zeg Mirthe, dat is wel leuk. Heb je het gehoord? Nee. Jij krijgt een prinselijke onderscheiding, omdat je dus voor Baronie TV werkt, vrijwillig. Mensen, allemaal vrijwillig werk is dat. Zelfs Olla. Maar ja, zelfs Olla, ja, vergeet onze mascotte niet, hè? Nee, dat klopt. Dus, Mirthe, ja, net is wat ik... Ja! Namens de Leurse Leut willen we jou toch even prinselijk onderscheiden, alsjeblieft. En een hele fijne carnaval. Alsjeblieft. Hallo! Zeg, en dat is wel een hele eer, Mirthe. Dat is wel een eer, hè? Ja. Zeker? Ik denk dat je wel een kusje verdient, je prins. Ja. Oh, de nacht. Oh, ja. De nacht dan een klein kusje. Ja. Ja, hola. Yeah. Grapje. Dankjewel, prins. Dankjewel. Graag gedaan. Een hele fijne carnaval. Ja, u ook. Hetzelfde. Nou, dank u. Dank u. Een hele eer. Olla. Olla jaloers zeker. Olla zeker weer huilen. Oh. Olla. 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 Ja, hij ziet niet veel, hè? Oh, daar gaat Mirthe. Daar zijn we Olla kwijt. Oh, Olla. Waar is hij nou? Zullen we maar gaan zoeken dan? We gaan hem zoeken! Weet je, oma, ik heb deze carnaval ook twee nieuwe vriendinnen gemaakt. Echt waar? Ja, namelijk de twee meiden van Changer. Is het zo? Ja, we hebben er veel mee gelachen. En online moet wel een beetje normaal doen, hè?
We hebben er veel mee gelachen en mee gezongen. En ze hebben nu ook een nieuw liedje. De kokosnotendans. Ja. En daar gaan we nu dan even naar luisteren. Oké. We zitten hier in de koe met de meisjes van Chance. Waarom zijn jullie hier? Wij zijn hier vandaag in de koe, want vandaag komt onze cd uit. En gaan we voor de allereerste keer ons liedje op het podium zingen. En weet je hoe dat heet? Dat heet de cd-presentatie. Dus daarom zijn we hier. Hoe heet het liedje? De kokosnotendans. Ja, je hebt allerlei soorten noten. Cashewnoten, kokosnoten. Waarnoten. Muzieknoten. Hoe kwamen jullie aan het nummer? Hoe komen we aan het nummer? Eigenlijk hebben wij dit liedje gehoord op vakantie. En ik denk als je het liedje hoort, vooral alle kinderen. Want de kinderen, de papa's en mama's, die kennen het liedje niet zo goed. Maar de kinderen, die kennen dit liedje gewoon. Want als je op vakantie bent geweest, misschien in Zeeland of ergens anders in Nederland, heb je dit liedje voorbij horen komen. En wij vonden dit liedje zo leuk, dat wij dachten, hier gaan we een vette liedje van maken. Echt nog vetter dan dat het was op vakantie. Dus het is eigenlijk een beetje een vakantiecarnavalsliedje geworden. Dus zo zijn we eraan gekomen. Weet je ook wie het geschreven heeft? Is mijn zus altijd, begint altijd met een beginnetje. En dan met een liedje. En dan is het meestal te netjes. En dan maak ik het altijd een beetje, ja, een beetje schuiner. Ondeugender. Ondeugender is het wel, ja. Oh, ik voel me tof, ik voel me vrij als ik met mijn noten zwaai. Oma Toos. En ik wil ook nog even iets zeggen. Want toen wij dit liedje aan het maken waren, waren we dus op vakantie. En er waren ook heel veel kinderen bij. En die kinderen, het was Giel, Bas en Stijn. En maar ook Jesse van de Heuvel uit Breda. Ja. Die heeft gewoon ook meegeholpen met dit liedje te schrijven. Want De eerste zin. Hoe ging die ook weer? Ging ik naar Afrika, ja. En daar vergat ik mijn BH. Ja, nou dat was echt door kinderen verzonnen. Toen zeiden we, ja dit is een hit, daar moeten we gewoon iets mee doen. Frank, we luisteren naar het lied. Zullen we het luisteren? Ja, luisteren. Ja. Knallen met die kokosnoten. Ja. Naar de kokosnoten. Naar de kokosnoten, doei! Van links naar rechts en dan omhoog. Van links naar rechts. Doe de coco, de kokosnoten dans.
was geweldig, hè? Ola, stop nou. Kokosnoten, kokos. Ze zijn al getrouwd. Jij bent zeker dat het over je oren blieft, hè? Ola. Die meiden zijn al getrouwd, ja. Ola.
We zijn met carnaval weer naar de koeien geweest. Dit dagje hebben wij dat feest nog nooit gemist. Maar dit jaar zag ik daar toen niemand uit de stad. Nou, ik wist niet hoe ik het had. Hij had 8 valse tanden en ook 2 linkerhanden. Toen ik een beetje ging bekijken, zag ik een pukkel op zijn kin. Zijn ogen stonden nogal glazen en hij keek een beetje wazig. Ik vond hem nergens op lijken, dus ik zevenlijsterde hem in. We zijn dit jaar nog even naar de markt gegaan en zagen daar een vrouwke uit de Liesbosland. Ze zei, die is mijn vriendin, die komt uit de stad. Nou, ik wist niet hoe ik het had. Zij had 8 valse tanden en ook 2 linkerhanden. Toen ik een beetje ging bekijken, zag ik een pukkel op de kinderogen. Stonden nogal glazig en ze keek een beetje wazig. Ik vond er nergens op lijken, dus ik zevenlijsterde de erin. Ik werd vanmorgen wakker met een oude kop. Ik deed een kieltje aan en een bedje op. Toen keek ik in de spiegel, nou dat was me wat. Want ik leek wel die vent uit de stad. Die had 8 valse tanden en ook 2 linkerhanden. Toen ik een beetje ging bekijken, zag ik een pukkel op zijn kin. Zijn ogen stonden nogal glazig en hij keek een beetje wazig. Ik vond hem nergens op lijken, dus ik zevenlijsterde. Ik vond hem nergens op lijken, dus ik zevenlijsterde hem in. Al applaus! Wauw! Kaaien
stik de lamp aan, ja, we vieren carnaval. En we gaan weer lampen zwaaien. Of we dachten hier van alle handjes in de lucht en maar lekker lampjes draaien. Ga je donk, ik zie je licht. Het is een feestelijk gezicht. De kastelein die staat te gloeien en te stralen. Dus we gaan nog lang niet dicht. Als ik die lichtjes in jouw ogen zie, dan zie je Kaaiendonk verschijnen. En krijg ik bakken voor mijn energie. Kijk alle Kaaiendonken stralen. Ze gloeien als een bus met kruis. Maar als het handje weer kan kukkelen en kraaien, dan doe de Kaaien licht pas uit. Als Minus in de spotlight staat, dan zingt hij tegen ons. Kaaiendonk, ach, maar een leuk het. Ik denk dan in mijn eigen jaar, die Minus heeft gelijk. En ik pak mijn mooiste trompet. En dan ga ik naar het bal, want dan gloeit het overal. En dan vuur ik van mijn kruin tot in mijn tenen. Het is carnaval, de rabij, mijn lakken branden. Als ik die lichtjes in jouw ogen zie, dan zie je Kaaiendonk verschijnen. En krijg ik bakken vol met energie. Kijk alle Kaaiendonken stralen. Ze gloeien als een bus met kruis. Maar als het handje weer kan winkelen en kraaien, dan doen de kaaien licht pas uit. De gabijn, mijn lakken branden. Als ik die lichtjes in jouw ogen zie, dan zie je kaaien dan verschijnen. En krijg ik bakken vol met energie. Kijk alle ze gloeien als een bus met kruis. Maar als het hartje weer gaat kukkelen en kraaien, dan doen de kaaien lichtbaar zijn. Dan doen de kaaien lichtbaar zijn. Nou, Ola, ben je al een beetje bijgekomen? Nou, en anders kan je ze vanmiddag nog zien bij het programma van Ad van De Prins Geen Kwaad. Maar nu gaan we naar de kinderoptocht van Spieringskruiersdorp, oftewel Moerdijk. Gefilmd door Anton Fens. En van achter, hè? Ook als je houdt. Het leven is mooi als je op de foto wordt gezet. Want wij zijn knap. Hey, 2, 3, 4.
uitgezellen, mooi. Al is het nog zo vroeg. Leeg iedereen op bed, zitten wij al in de kroeg. Wij houden niet van wachten, denken een stap vooruit. En voor het zingen zijn wij de kerk alweer uit. Waren wij maar één dagje ambtenaar, dan zat de vaart in die vaart en was ze al lang klaar. Want wij houden wel de vaart erin in het 7 gulden. La 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 la, 7 gulden. La 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 la, 7 gulden. La 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 la, 7 gulden. La 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 la. Als we ergens binnenkomen, stellen we ons voor. Wij zijn lauwe dan maar doen en gaan er weer vandoor. Als leste op de galgenweg, als eerste op de markt. Want de rest op nog te wachten, wij waren vastgestart. De P'en steken staan, er nu al 1000 jaar. Als wij het doen, dan zijn we binnen 3 kwartiertjes klaar. Want wij houden wel de vaart erin. In het 7 gulden, la 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 la. 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 Wij zijn sneller dan een vlieg, sneller dan spiegel. We kunnen niet meer stoppen, jouw lippen op de mijne. Jongen, jongen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gulden. La la la. De brakzitting van Boemeldonk. Nou, rustig Olla, we hebben nog een hele dag en die gaan we heel leuk maken. Dus, want we gaan naar de optocht van de Macroenschool in het Kattegat. En die is gefilmd door Wim Leemans. Met de tocht der tochten. Goedemiddag carnavalsvrienden van Baronie TV. Welkom in Bavianenland voor de Tocht ter Tochten 2016. En hier ziet u onze eigen prins Peer de Eerste, Alex de Adjudant, jeugdprins Lars de Eerste en adjudante Evelien. En zij zullen hier de optocht ter tochten presenteren. Ja. 1, 2, 3, ja. Ja. Ja, en met de vlag in de top in de Bavelse kerk. Achter de achtergrond is de Tocht ter Tochten begonnen. Zojuist heeft prins Peer de Eerste samen met prins Lars de Eerste officieel de optocht geopend hier in Bavianenland. En hier is nummer 1, natuurlijk de start van de Tocht ter Tochten. Een Baviaan die rondrijdt in ons dorp. En achter die nummer 1, die Tocht ter Tochten, die start... zien we scouting Frederik Hendrik met Scouting Babel. Bestaat 70 jaar en de knopen al 70 jaar de eindjes aan elkaar. En dat heeft natuurlijk te maken met natuurlijk de scouting. Natuurlijk veel knopen leggen. Ik heb er zelf geen verstand van. Maar knopen leggen, dat is iets wat ze bij de scouting kunnen. En dat doen ze al 70 jaar hier in Bavianenland. Scouting Frederik Hendrik. En dan hebben we hier nummer 3, CV de T-mutsen met alles loopt in de soep. Ja, en ze hebben inderdaad heel veel soep, plastic soep zoals ze dat noemen. En daar lopen ze in. Dan hebben we hier nummer 4, lollige Lize, sorry, met kletskous. En nummer 5 komt daar direct achteraan met binnenste buiten, met binnenste buiten. Nummer 6,
de magische vier met de magie van de Tocht der Tochten. En dat is ook waar ook wat ze zeggen. De Tocht der Tochten heeft een prachtige magie en dat wordt door deze kinderen op een geweldige manier uitgebeeld. En ik zie ook al nummer 7 zie ik daaraan aangeven. En dat is Piece of Cake met Snoepwereld. Ja, en dat vinden die kinderen wel leuk natuurlijk. Dat ze lekker de hele dag met snoep rond kunnen lopen. En ze hebben groot gelijk. En dan met nummer 8. CV De Makkers met We Peren Hem. En dat is natuurlijk wel een hele leuke verwijzing naar onze Prins Peer de Eerste. En dat kan ook niet anders, want ik zie dat daar een zoontje bij zit van onze eigenste adjudant Alex. CV De Makkers met We Peren Hem. En nummer 9 zien we daar al komen. En die doet al jaren mee, we kennen ze al jaren. Tante Pollewop met Ik Doe Het In Mijn Eentje. Tante Pollewop al jarenlang doet ze mee als individu en heeft veel prijzen daarmee weten te winnen. Over prijswinnaars gesproken uit het verleden. CV De Kauwgum Klappers met Op Ons Kunnen Rekenen. Ja, en dat beelden ze natuurlijk op een hele leuke manier uit. Rekenmachines. CV De Kauwgum Klappers. En dan hebben we hier een ander mooi gezelschap. De Babbelaars met McDrive. Met natuurlijk een verwijzing naar de McDonald's op de Babelsberg. Nummer 12. Het is een nek-aan-nek race met CV Gas Erop. CV Gas Erop met Het is een nek-aan-nek race. Prachtig gemaakte racekarren. En het is Michael Schumacher tegen Max Verstappen. CV Gas Erop met Het is een nek-aan-nek race. Nummer 13. CV Nooit Niet Alleen. Ik Weet Alles. En daar herken ik toch de zoon van onze Prins Peer de Eerste. Je ziet dat carnavalsbloed zit er gewoon helemaal in. Ik Weet Alles. CV Nooit Niet Samen. En nummer 14. CV Bommers met We Hebben Een Schop Van Ons Vader Gekregen. CV Bommers, ja, een schop van jullie vader gekregen. En dat kunnen aan die mannen wel overlaten, die mannen van Bommers. Dat komt helemaal goed. En dan nummerke 15. CV In Mijn Uppie. Ik Ben Een Bad Raaf. En dat beeldt op een hele goede manier uit. Als raaf in bad, meer hoeft daar niet aan toe te voegen. Nummertje 16. CV De Koekwauze met Ik Zie Geen Steek. Nou, de ene ziet hem niet, denk ik, want die ene bril op, maar ze hebben alle twee wel een prachtige steek op. CV De Koekwauze met Ik Zie Geen Steek. En daar hebben we inderdaad De Koekwauze met een prachtige wagen. En dan komt daar een nieuw clubje aan. CV De Biscuitjes met de titel Catastrofe. Een nieuw clubje met echte Baviaanse brakken. En dat is mooi. CV De Biscuitjes met Catastrofe. En ze delen van alles uit, zie ik al wel. CV De Biscuitjes. Een mooi clubje, jonge Baviaantjes en Bavianinnekes. Die nu alweer aan die optocht meedoen, want dan moet de gaan. Nummertje 18. CV De Leutige Bavianen met We Rocken Erop Los. De Leutige Bavianen. Ook zo'n mooi clubje met jonge Baviaantjes. Die hier aan die optocht meedoen. We Rocken Erop Los. CV De Leutige Bavianen. En dan nummertje 19. Wilde jij ook wat geluk kopen? CV De Kwebbelkousen. Nee, het is gewoon De Kwebbelkousen. Wilde je ook wat geluk kopen? Nummertje 19. Daar kunnen ze geluk bij kopen. Dan nummer 20. CV Tipsy. En die waren altijd als duo. En ze hebben er nu een meisje bij gekregen, Lotte. Dus dat ook wel Hol Lotte Tipsy kunnen heten. CV Tipsy. Met Schot Op Doel. En dat is prachtig uitgebeeld door CV Tipsy. Nummertje 21. CV De Dierenvriendjes met We Gaan Undercover. CV De Dierenvriendjes gaan Undercover.
En het zijn allemaal beroemdheden die hier in Bavianenland carnaval willen komen vieren. Maar onder koffer gaan om dat te kunnen doen. Prachtig om dit te zien. En nummer 22, 2 keer 11. Een prachtig nummer natuurlijk. CV de Lachenbekken met die A-team. Een prachtige wagen van deze jonge mannetjes. Kleine jonge baviaantjes, al zo fanatiek. En zo bezig met je carnaval. En dat is mooi om te zien. En met CV de Lachenbekken nummer 22. Komt er in ieder geval einde aan de kinderoptocht. En gaan wij later door met de volwassenenoptocht. Dank wel voor jullie aandacht en voor het kijken. En een geweldige carnaval toegewenst vanuit Bavianenland. Ja, we zijn weer terug in Bavianenland. Welkom, carnavalsvrienden uit de Barony van Breda. Wij Barony TV met de optocht voor volwassenen uit Bavianenland. En we beginnen hier met de eerste groep van de volwassenen, dat is nummer 23. De Nestors van de Bavelse wagenbouwers, mag ik wel zeggen. CV de Laagvliegers met We hebben de driver in. En natuurlijk ook die verwijzing naar die in McDonald's op de Bavelse berg. Op een hobbelpaard. Hobbelpaard. Er is een grappig liedje van een Zuid-Koreaan. Met een moeilijk dansje en een tekst die ik niet kan verstaan. Dus doe ik een eigen dansje dat ik jullie nu graag leer. Pak je hobbelpaard en hobbel op en neer. Op een hobbelpaard. Hou die teugel stevig vast. Op een hobbelpaard. Met z'n tweeën als het past. Op een hobbelpaard. Hobbelpaard. Hop, 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 hop. Op een hobbelpaard. Hobbelpaard. Hop, 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 hop. Op een hobbelpaard. Hey, lekker diertje. Hop, 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 hop. Op een hobbelpaard. Hey, lekker diertje. Hop, 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 hop. Je paard van ijzer, van plastic of van hout. Voor het hobbelpaardendansje ben je nooit te oud. Op een hobbelpaard, hou die teugel stevig vast. Op een hobbelpaard, met z'n tweeën als het past. Op een hobbelpaard, eerst naar voren en dan naar achter. Op een hobbelpaard, op een hobbelpaard. Hier bij ons doen wij het anders, dus doe maar mee. Hartstikke idee, we gaan dan. Op een hobbelpaard. Hobbelpaard. Hop, 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 hop. Op een hobbelpaard. Hobbelpaard. Hop, 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 hop. Op een hobbelpaard. Hey, lekker diertje. Hop, 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 hop. Op een hobbelpaard. Hey, lekker diertje. Hop, 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 hop. Let goed op. Let wel heel goed op. Anders sla je met je hobbelpaard over de kop. Let goed op. Let wel heel goed op. Anders sla je met je hobbelpaard over de kop. Op een hobbelpaard!
Paula, wat doe je nou? Ben je nou een aap geworden? Nee joh, je bent een pandabeer. Je gaat niet naar Bavianenland. Je blijft gewoon bij ons. Ook al is het echt afgelopen, Mirthe. Ja. Ik vind jou, jij kijkt ook al een beetje zielig. Ja. Ja, oma. Ja. Ja. Maar, jammer, hè? Maar Mirthe, heb je het wel heel leuk gehad bij ons? Ja? Ja? En samen met onze Olla. Van Olla het ook. Hij is echt wel onze knuffelbeer wel een beetje, hè? Dus onze mascotte van het programma. Ja. Die steunt ons wel in alles eigenlijk, hè? En Tante Klaar, vond jij het leuk? Ik vond het stikleuk om het een keer mee te maken. Ik hoop dat ik volgend jaar weer mee mag doen. Ja. Zie jij ook mee dan? Ja. Olla is er gewoon standaard ieder jaar bij. Want zonder Olla is er geen hopsasa, hè? Dus, maar oma, zullen we gaan afsluiten? Ja. Wat we altijd doen. Jammer, ja. Met, het, ja. Met ons eigen lied natuurlijk, hè? Ja. Van wie? Oh, dan wordt Olla weer verliefd. Ja. Olla, nee, Olla. Ja, we gaan weer even zwaaien. Je mag van Chanché. Van wie? Van Chanché. En weet je ook hoe het nummer heet? Houdoe. 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 Komt ie op. Wil je mij of Keesje? En altijd roepen ze je.